En dan zie ik op 8 Stef Bos met Papa. Ja, Stef, grote artiest, hè. Ongelooflijk, een begenadigde schrijver. En zelf mee samengewerkt, hè. We hebben Breek de Stilte samengeschreven. En ja, dat is... ik kon die dat vertellen en die kon dat zo dan mee neerschrijven. Dat ging op een wip, hadden wij dat nummer gemaakt. En dat is eigenlijk nog een redelijk groot succes geweest, Breek de Stilte. En dat is 30 jaar geleden. Wow. Juist op de kop, 30 jaar geleden. En ik heb al naar Stef gebeld. En ik heb gezegd, zullen we een 2.0 maken? En Stef zei, ja. Dus we gaan in het najaar, brengen we... Dan breekt de stilte 2.0. Dus wij zingen het terug. Maar dus het arrangement, de productie, de orchestratie is wel een stapje richting deze tijden. Dus hetzelfde lied in een nieuwe versie, een nieuw jasje. Ja, we hebben bijvoorbeeld een ander koor moeten zoeken. Want dat was het Savenbergenkoor. En dat waren mijn onkels en zo. Maar daar is niemand meer van in leven. Dus we hebben echt wel moeten zoeken naar iets anders. Maar we hebben iets leuk gevonden. Echt wel.